Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe ATV COVID-19 update. In dit programma brengen wij u inzichten, we geven u adviezen, voorlichting over de COVID-19 pandemie die niet alleen Suriname, maar de hele wereld in haar greep heeft. En door deze pandemie hebben we verschillende maatregelen. Zo is het dat u bijvoorbeeld afstand moet houden. Nu is het 2 meter, eerst was het 1,5. En u weet waarom ze dat zeggen, hè? Wanneer u praat, gaan er allerlei druppeltjes. Als u afstand houdt, dan weet u zeker dat wanneer u bijvoorbeeld drager bent, dat u anderen niet besmet. Nies in uw elleboog en geen brasa's, geen bossies. En als we kijken naar de recente statistieken op de website www.covid.sr... dan lezen wij dat er momenteel 10 personen nog positief getest zijn, 6 zijn genezen, 1 is helaas overleden en 3 zijn nog onder behandeling. Maar als we zo naar de dingen luisteren, berichten, dan gaan deze 3 mensen waarschijnlijk ook binnenkort genezen verklaard worden. En momenteel zijn er 280 personen in overheidsquarantaine. U weet, er was een repatriatievlucht. 200 zoveel mensen zijn weer huiswaarts gekeerd en die zijn nu in overheidsquarantaine. En over social distance, ik hou social distancing nu met mijn gast en dat is niemand anders dan de ondernemer Ramon Jwalaprasad. Die is ook eigenaar van het bedrijf Roelies Lighting en Decor. Welkom. Dank u wel, mevrouw Kalm. Mag ik Ramon zeggen? Ramon. Jij zegt Kalm. Klinkt het best. Ja, we zijn oude vrienden toch. En met jou ga ik praten over hoe jij en jouw bedrijf omgaat met deze pandemie. Vertel alvast, hoe ga jij ermee om? Ja, toen het bekend werd dat we de regels in acht moesten nemen, dan, ja, voor ons was het natuurlijk een shock van hoe gaan we verder. Het is een eventbedrijf, je hebt te maken met feesten en al en te maken met groot publiek. Wij zijn niet gaan stilzitten. We dachten van nou, het is al eenmaal, het is een besluit van de overheid en dat moeten we respecteren. We zijn inderdaad begonnen met mijn personeel, we hebben vergaderd erover van hoe verder. Want je kreeg alleen maar afmeldingen toch? Want in principe waren we tot december hadden we een bezetting van 75% al. Zo. En ja, daar zijn we gaan inspelen. We zijn al 6 weken verder. Ja, 6 weken verder. Ze gaan inspelen erop. We hebben dingen, zaken die we hadden laten liggen, zijn we gaan oppakken. En ja, we zijn inderdaad 6 weken verder. En het personeel, zeer gemotiveerd natuurlijk, zoals altijd. Okay. Die wil met alles meehelpen. Mm-hmm. Ja. Maar jij bent direct op je bedrijf gegaan. Maar jij persoonlijk, hoe doe je? Als je thuis aankomt, wat doe je? Oh ja, als persoon inderdaad. Ja, 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 inderdaad. Nou, dat zijn alles hou je natuurlijk in acht. Je vrouw geeft je nog steeds die brassa. Tuurlijk. Ja, die kinderen ja, ook die en kinderen de kleinkinderen ook, ja. Maar je hebt natuurlijk de voorschriften neem je natuurlijk in acht voordat je binnenstapt, dat je schoen buiten laat, dat je handen wast en al. Dat, ook in het bedrijf hebben we elke voertuig hebben we ook van de sanitizers. Sanitizers. En mensen houden zich echt, ik heb gemerkt, echt makkelijk nu aan die regels, hè? Ja, als ik praat over, zeg het kuststrook, zie ik Paramaribo en de randdistricten, dat zie ik daar, dat ze echt eraan houden. Mm. Maar of het overal dat gebeurt, dat merken we niet direct op. Ja, onze landsgrenzen zijn nog een uitdaging, ja, hè? Ja. Maar ze werken eraan, dus laten we hopen dat ze snel goede maatregelen vinden, zodat... Want men praat nu al een beetje over versoepeling. Wat vind jij als ondernemer? Moet er een versoepeling komen in die maatregelen nu? Misschien beperkt wel, hoor, versoepeling. Maar ik denk dat je toch nog eventjes... Zeker als ik vraag tegen de landsgrenzen, dat moet ook goed bewaken. Ja. Ik denk dat we wat we nu binnen hebben, dat we veilig zitten. Maar de landsgrenzen, daar moeten we zeker... En zeker bepaalde districten moet je extra in de gaten houden, ja. Je had het even korter over wat voor bedrijf jij hebt. Je zegt, je bent een eventbedrijf. Vertel een beetje meer over je bedrijf. Roelies bestaat dit jaar 31 jaar. Zo. Vorig jaar hebben we dat
mee moeten maken. Bidiari gevierd, ja. Uh-huh. Niet wetende wat ons te wachten stond. Ja. Maar ja, bij evenementen, bij feestjes, daar ziet u ons altijd. Bij grote activiteiten als inauguraties, revidentie en al. Okay. Ja. En natuurlijk gaan we ook over de grenzen. En ik had twee mooie jobs in Guyana die helaas is afgezegd. Ja. Zo, ja. Oké, ook daar hè? Ja, ook daar. Oh, ja. Dus het zou nog komen? Dat zou nog komen, ja. Augustus en oktober, ja. En nu is het al afgezegd? Afgezegd, ah, ja. Ah, oké. Maar, dus, jij zegt, die maatregelen zijn getroffen, je hebt vergaderd. Wat zijn de uitdagingen die je nu meemaakt als bedrijf? Ja, inderdaad, hoe verder? Kijk, dadelijk is de rek ook uit, want je hebt, we kunnen, het is inderdaad, wij gaan ook erover straks vergaderen als personeel, in deze dagen van, met heel personeel, welke kant gaan we op. Dus dat wil ik betrek het personeel altijd erbij en ik hoorde daar, dat is een beetje bedrijftechnisch wil ik het niet prijsgeven, ik hoorde bepaalde dingen van, hey, laten we in die richting gaan, die loopt nu een beetje goed, maar dat zijn die uitdagingen die nog moeten komen. Ja, dus, en ik wil echt erover goed gaan beraden van met mijn personeel en dan komen we zeker erop. Hoe groot is je personeelsbestand? 25 mensen, ja. 25, ja. En je moet ze betalen, hè? Want ja, je kunt niet zeggen, ja. Er is een maatregel. 25 trouwmedewerkers. Ja, dus inderdaad. En ze hebben het moeilijk. Ja, want de ja. Bussen rijden niet, dus sommige mensen die met de bus gaan. Inderdaad. En er is geen werk, maar ze moeten hou ik zeker rekening mee, maar gelukkig hebben ze allemaal een vervoer dat ze het bedrijf kunnen bereiken. Maar inderdaad, ze hebben het allemaal moeilijk. Ze hebben ook hun leningen, ze hebben gezinnen, ja. Mm-hmm. Ik heb mensen die al 29 jaar bij me werken. Ja, ja. Wauw, dat is echt trouw. Ja. En je hebt het inderdaad over die 6 weken, hè, waarin deze pandemie nu echt woedt. Wat heb jij in die tussentijd gedaan in je bedrijf? Wat wij hebben gedaan, als ik u vertel dat we zelf loodgieter zijn geworden, dat we zelf tegelzetter, et cetera, dat is mijn personeel bezig. Ik heb, we hebben dus alles wat we konden repareren, hebben we kunnen repareren. En natuurlijk heb je die parts nog nodig die niet kunnen komen. Aha. Maar je hebt... Ook trainingen, zei je nog? Ja, ja, dus nu, gisteren bijvoorbeeld, hebben we de brandpreventie training. De brandweer heeft dat verzorgd. Volgende week hebben we de EHBO training. Hmm. En dan, ja, je houdt de mensen eigenlijk inderdaad, hadden we deze dingen laten liggen, ja. Ja. Dus soms is het wel ook ritje aan het doen. Je hebt inderdaad iets meer sociale contact. Ja, ja. Dat heb je meer, want dat hadden we ook een beetje verwaarloosd. Precies, want het was werken. Ja, 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 ja. Je belt mij op, nee, ik ben bezet. Precies. Dan kan ik er wel, ja. Ja, nu kan je echt een beetje Tori met me praten. Yes, toch? Yes, inderdaad. Yes. Maar ik neem aan, je had aan het begin van dit jaar een planning, hè? Ja. Is je planning helemaal veranderd? Ja, als ik je zeg, dat is... ik had een planning en ik had inderdaad een bezetting al vanaf december vorig jaar. Zag ik al een 75% bezetting. Ja. En als u dan midden maart hoort van dat alles en wordt stopgezet, dan betekent dat je kan niet erop inspelen. Je weet niet welke kant je op gaat. Ja. En vooral in mijn branche. Hè? Mm-hmm. En u ziet al mijn collega's zitten, ze bellen me op van, hey Ramon, heb je wat te doen? Kan ik je met iets helpen? Heb je wat te doen? Ik zeg, ik heb zelf weinig te doen. Ja. Oh, yes. Maar dat is wel collegiaal dat anderen je bellen. Want, ja, ja. En, want je zou denken, zware concurrenten. Nee. We vinden elkaar wel hoor. Kijk, inderdaad heb je... En, Ze leveren diensten ook voor mijzelf aan som ook, ja. Oh, oké. Ja. Jullie helpen elkaar. Yes. Okay. Dus dat we zeggen, gewoon alles stopgezet. Je had helemaal geen jobs meer. Nou, we draaien op een, zeg maar, 15%. Kijk, bijvoorbeeld, zenuwcentrum van COVID-19. Okay. Daar valt de congreshal. Oh, dat heb jij gedecoreerd. Ja, dat hebben wij. Daarom en je hebt natuurlijk... verkiezingen opkomst, dus hier en daar heb je wat generatoren te leveren. Mm-hmm. Of met binnenlandszaken, dat je wat jobs hebt voor binnenlandszaken. Mm-hmm. En aan de andere kant heb ik ook een event center. Mm-hmm. Het is een Rolies Event Venue op Magenta. En daar waren ze bezig met trainen van stembureaupersoneel, moesten ze alles lokken. Mm-hmm. Ja, ja. Okay. Maar ze doen klein, dus het trainen van colporteurs hebben ze laatst ook bij mij bij Rolies Event Venue gedaan. Okay. Ja. Dus je hebt, je draait ook op wel. Ja, met die 15-20% kan je nog, maar ja. Maar, ja, het is toch wel iets waar we met z'n allen aan moeten wennen. Yes. Maar, op weg naar hier, was je in een file of was het makkelijk?
Ik heb het normaliter zou ik het doen, zo ongeveer zo'n 25 minuten. Ik heb het binnen 12 minuten kunnen doen. Oh, dus dat ging toch snel. Want ik heb gemerkt dat er de laatste tijd toch nu weer files zijn. Aan het begin, 3 maart tot eigenlijk 10, 15, was bijna de stad leeg. Inderdaad, dat merk ik wel op weg naar, als ik in de middaguren richting mijn eventvenue ga, Magenta, ja. Dan merk ik wel inderdaad dat diezelfde file begint te komen. Waarschijnlijk was het verkeerd naar deze richting toe, ja. Tegen deze tijdstip wel wat makkelijker. Dus ja. Dat wil zeggen, mensen vragen zeggen, blijven de mensen nog thuis? Ja, het begint op gang te komen, denk ik. Want iemand zei me van, misschien is het zo dat de mensen in het begin dachten, hey, laat maar even kijken hoe het is. Maar nu gaan ze, omdat die lockdown er is, 's avonds moeten ze overdag uit om dingen te doen. Hè? Ja, ja. Hoe ga jij om met die lockdown? Als bedrijf zitten we in de positie dat we wat pasjes hebben. Oh. Maar ik ga je vertellen, mm-hmm. We hebben geen enkele dag gebruik gemaakt van onze pasjes. Oh. Omdat je hebt, ja, dat zeker, we hebben generatoren hier en daar draaien. Mm-hmm. Dus als het moet, dan moet je uitrijden. Ja. Maar we maken geen gebruik van, neem maar één van mijn medewerkers wel. Omdat we 6 uur in de ochtend de generator moeten opstarten. Om de stembiljetten te printen bij CBB. En die moet van 4 de rij weg uitrijden, dus 5:30 rijdt hij. Maar dan maakt hij wel gebruik van zijn pasje. Maar anders dan dat zeg je, het was nodig, die avondklok, partiële lockdown? Dat was echt nodig, want ik begrijp, in het begin had men heel veel problemen mee. Maar nu beseft men van dat het echt moet. Want kijk, laten we die weken, laten we die maanden de veiligheid in acht nemen, zodat het dan beter wordt voor ons allen, ja. Precies, want dat zou ik net zeggen. Wat, heb je een boodschap voor de samenleving? Ja, zeker. Dat is dat we datgene wat de overheid, opgedragen, dat die ons gevraagd heeft, ja. dat we in acht nemen. En kijk, als we dat samen doen, is het straks, kijk, ik ben wel erg trots op, mm-hmm. op mijn mensen, op Suriname. Dus ja. Ik zou ze wel een dikke 8 willen geven. Zo. Ja. Ik zou zelf wel richting 10 gaan, maar je ziet dat niet ja. kan. Maar dat men dan zo, eerlijk gezegd had ik dat niet verwacht hoor. Mm-hmm. Ik had niet verwacht dat men zo erop af zou gaan mm-hmm. van de veiligheid in acht te nemen. Maar je ziet dat men willing is. Want we praten met mensen, ze zeggen nog een paar weken is het afgelopen. Precies. Ja. En eigenlijk is het niet alleen hier, hè? De hele wereld is eigenlijk in een soort lockdown. Dus ja. Onze mensen, in het begin was er een beetje weerstand inderdaad, maar ja. naarmate. Nu zie je overal bij de winkels, zie je echt dat mensen afstand houden. En je ziet de autoriteiten, die COVID-team, dat zegt, daar geef ik ze wel een dikke 10 voor ja, hoor. Ja. Want ze verrichten baanbrekend werk en de overtuiging die ze naar ons toe geven. Van doe het, mm-hmm. het is belangrijk. Mm-hmm. Ja. Ja. En ik zie van, bijvoorbeeld in het begin hadden ze ook niet even bij stilgestaan, maar zij nemen social distancing ja, in acht, ja, zij nemen ja. sanitizing in acht. Dus inderdaad. En het volk ziet dat en denkt, oké, het goede voorbeeld. Het goede voorbeeld komt ja. vandaar boven, ja. Maar je hebt gezegd, je planning is helemaal veranderd, alles moest je aan. Hoe zie jij de toekomst nu in, voor je bedrijf en voor ons land? Als het doorgaat, dan zie ik eigenlijk eventjes geen toekomst. Dan ben ik voor het eerst in mijn leven dat ik dan zo sober praat, maar mm-hmm. dan zie ik het niet. Dat is moeilijk. Ja. Dus jij zegt, de dingen moeten eigenlijk snel opgelost worden. Ja, en daarvoor moeten mijn mensen, Surinamers, moeten echt waar er tegenaan gaan, want iedereen wil weer together zijn. Ik wil je ook een brassa weer geven, toch? Absoluut. Waarom moeten we op zo'n afstand staan? Precies. Ja, oké. Nee, dat zeg je mooi. Dus als het zo doorgaat, zeg je, zie je geen toekomst. Dus laten we met z'n allen hopen yes. dat het snelle eind yes. aan komt. Klopt. Nou, Raman, heel hartelijk bedankt dat je ook hier wilde zijn in de studio om deze informatie met ons te delen. We weten dat je echt een hardwerkende ondernemer bent. Want vaker als we vragen, waar is de heer Roelie, dan ben jij ook bezig te decoreren. Inderdaad. Je bent ook in het veld. Yes. Dus laten we hopen dat deze situatie snel achter de rug is. Dat je je business weer kan oppakken. Dank u wel. En be safe. Thank you. Kijkers, dat was het dan voor wat betreft deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Is intussen al de 28e aflevering. Dat gaat hard, hè.
Maar wij proberen u op de hoogte te houden. Wij proberen u ook adviezen te geven. Want we weten dat sommige mensen nog met vragen zitten. Zo proberen we ook via de gasten die we uitnodigen antwoord te brengen. En als u met iets zit, dan denkt u, hey, als hij het zo doet, kan ik het ook zo doen. Dus, ik hoop dat u allen veilig bent. Want net wat ik eerder zei, er zijn files, mensen gaan meer uit huis. Denk eraan, één advies is Tana Osso. Dus als u echt niet uit huis moet, blijf thuis. Maar ga nog niet weg, want we hebben zo meteen een vlog, ook een COVID-19 vlog, gepresenteerd door Horacio Indiaan. Goeiedag.